Ja, daar is hij weer hoor. Nee, jij niet. Ik ga weg. Hardlopen schoutje, ga weg. Dan zijn we weer met een nieuwe GTA Free Roam, dames en heren. Het is lang geleden. Ik heb geen idee hoe lang geleden. Misschien net zo lang geleden als dat ik naar de kapper ben geweest. Dat is te lang geleden. Maar goed, let's fucking begin. Daar zijn we dus weer met GTA Free Roam. En een grabbelpad is vrij leeg. En als jij nu voor het eerst kijkt en denkt van, what the fuck is een grabbelpad? Dat is een pad waarin je grabbelt. Goh. Nee, in ieder geval, daar doe ik altijd comments in voor jullie. En jullie geven dan een opdracht aan mij van wat ik moet gaan doen. En ik heb er eentje uitgekozen. Maar toen ik die grabbelpad aan het bekijken was, dacht ik van, oh, what the fuck, zit daar best wel weinig in. Dus, ik heb een nieuwe comments nodig voor een grabbelpad. Dus laat maar eens achter wat ik moet gaan doen in GTA 5. Ga ik doen in de GTA Free Roam. Het is trouwens ook de eerste aflevering van de GTA Free Roam XL. De nieuwe ongeknipte serie. Eerst was het altijd ongeknipt, nu is XL ongeknipte serie. En de normale GTA Free Roam wordt geëdit. Maar goed, vandaag ongeknipt. Want ik heb de laatste dagen zoveel... heel veel goed geëdite video's gehad. Dat ik dacht van, ga ik wel even lekker gamen, jongen. Doe ik dan anders ook wel, maar goed. Ik ga even door naar de comment van vandaag. Henk van Dungen, zoek een grasmaaier en vlucht voor de politie op de grasmaaier. Dat wordt echt hilarisch. Ik zal zo uitleggen waarom. Ik zal even de comment laten zien. Ja, dat was hem. Ik heb tegenwoordig mijn camera-schermpje werkt niet, dus ik heb een scherm hiernaast. En dan heb ik zo'n HDMI-kabel van mijn camera in dat scherm hiernaast. Zodat ik hier kan zien wat ik eigenlijk film. Dus als ik daar kijk, zeg maar, dan kijk ik even of ik nog in beeld zet en shit. Goed. Ik moet dus de grasmaaier stelen en ik zal eventjes jullie een lesje geven over de grasmaaier in GTA 5. Dat is een van de meest zeldzame voertuigen in het spel. Waarom? Geen idee. Ja, misschien omdat heel veel mensen niet echt een grasmaaier willen, maar... Het zit namelijk zo, die grasmaaier spant alleen maar op deze golfbaan, geloof ik. Of in ieder geval, voor zover ik weet, misschien spant ik wel iets anders. Ik weet in ieder geval alleen dat die hier spant. Ik weet ook dat ik een slok water ga nemen, want anders sterft mijn keel af. Dat is pittig irritant als dat gebeurt midden in de video. Ook als het gebeurt buiten een video. Maar je snapt waar ik heen wilde daarmee. In ieder geval... Zou ik... Oh, wow. Ik zou eigenlijk ook wel willen dat ze die geplantblazer als wapen in het spel zouden doen. Ik weet niet hoe je daar mensen mee dood kan maken. Hier, ik blaas je dood! Nou... Vet effectief natuurlijk. Maar goed. Ik was nog bezig met het lesje over de grasmaaier. Want die spant alleen maar op deze golfbaan tussen 8 en 9. Het is nu 4:30 in game tijd, dus dat duurt nog hoeveel, ja, 2 minuten denk ik ofzo. Of twee, ah nee wacht, nog 4 minuten. Wow, yo, we moeten eerst iets anders gaan doen, wacht. Zullen we een potje gaan golven? Oh my god, golven is echt de meest saaie sport ooit. Kijk, als jij nou wel van golf houdt, boeit me niet. Ik vind het saai, oké? Okay? I don't care. Ik vind het echt verschrikkelijk. En dan zenden ze het uit op de tv, ik wou bijna zeggen op de wc. Dan zenden ze het uit op de wc. Ja, doe het allemaal op de wc als ik dan toch mezelf aan het verlullen ben. En dan ben je zo aan het kijken. En dan zit je zo op de wc en dan denk je eigenlijk van, fuck. Fuck, dat stinkt. Godverdamme, man. Goed, even serieus. Dan ben je dus... weer zo mogel af en toe. Dan ben je dus aan het kijken op de tv naar golf. Wat je dus niet wil, want dan heb ik dus net Formule 1 zitten kijken. En dan... Is het afgelopen en dan gaan ze daarna golf uitzenden. Nou, dat ziet er dus ongeveer zo uit. Even kijken hoor. Even goed shot maken. En Herman loopt naar de bal. Hij kijkt waar die heen geslaan. Nee, hij gaat er goed, even goed voor staan. En hij tikt hem. Oh nee, net niet ver genoeg. Wat ontzettend zonde zeg. Hij loopt weer een stukje verder. Gaat weer staan. Hij lijnt zijn stok op of zo. En hij tikt hem weer niet erin. Herman wordt zeer... geïrriteerd door dit verschrikkelijke commentaar. Hij gaat de verkeerde kant op. Herman, what the fuck, man? De put is hier. Wat doe je nou? Gaat toch helemaal niet goed? Zo gaat het ongeveer. Maar dan slaan ze hem dus zeg maar echt gewoon 10 kilometer weg. Heel de balletjes zie je niet. En dan moeten ze die 10 kilometer met hun karretje erachteraan gaan rijden. Dan zijn ze daar. Dan slaat hij weer 10 kilometer weg. Kunnen ze weer met hun karretje erachteraan gaan rijden. Zo een beetje daardoor. Dat is echt fucking saai. Maar goed, hij zult ervan houden, ja. Je moet er maar van houden, hè. Hoe laat is nou onderhand? 5:30. De tijd vliegt. Ik weet niet hoe in GTA die tijd gaat, eigenlijk. Pittig snel, in ieder geval.
Laten we gewoon. Wacht, ik zou gewoon golven, hè? Is dat een goed idee? Of is dat geen goed idee? Dat gaan we zo meteen zien. Allee, mannetjes. En vrouwtjes. En. Laat maar weer. Eens even kijken. Ik heb het volgens mij ooit één keer gedaan. En dat was voor een of andere. Hele slechte video. Unlock challengers to play against. By completing a round of golf. Heb jij trouwens wel eens golf gedaan in GTA? Zet het onder in de comments. Ik denk dat er vrij weinig mensen zijn die het echt gedaan hebben en het leuk vonden. Ik denk dat iedereen het wel een keer geprobeerd heeft. Dit is voor mij echt serieus de tweede keer. I don't care. Head to the first tee. Moet ik er ook nog helemaal heen rijden? Pas op, Herman. Herman. Ja, ik zei toch pas op, man. Jongen, gaat hij nog schrikken ook? Ik roep het toch 2 uur van tevoren. Nee hoor, hij weet het niet. Oké, wat is een T? Is het niet... Is het gewoon T, toch? Wow! Oh mijn god, is het helemaal daarachter? Oké, hoe werkt dit? Oké, niet zo. Nou ja, in ieder geval, hij ligt niet ergens in de bosjes. Dat is altijd irritant. Skip to shot. Oh, als ze dat nou in het echt konden doen? Dat was er veel beter geweest, maar dat kan natuurlijk helemaal in het echt niet. Nee, wat doe ik nou? Ik heb geen idee hoe dit werkt, maar hij is wel pittig ver. Nee, niet in die zandbak! Kunnen we lekker zand gaan stelen gaan bouwen. Maar daar kwam ik niet voor. Het is geen zandkasteelwedstrijd. Oké, wacht even. Zo kan je... richten. Zo kan je de hoogte bepalen. Oh nee, wacht. How the fuck now? Let's go. Holy shit! Al die vogels uit die boom kapot geslagen. Oké, dit is echt geen goed idee. Dit is echt verschrikkelijk dit. Kan ik stoppen? Kan ik mensen... Oh, ik heb een golfclub. Ik kan mensen kapot slaan. Ja, wat een goed idee. Kom eens hier. Waarom is iedereen nu weggerend? Wil niemand mij zien golven of zo? Ik weet dat ik niet goed ben, maar ik heb tenminste een vet geinig shirtje aan. Dat is altijd mooi om naar te kijken, toch? Mooier dan jouw shirt. Fuck. Hallo, doe ik in mijn best om nette kleren aan te doen, man. Wat staat er eigenlijk op? Vlinder zelfs? Krijg ik stank? Verdank! Meneer! Ik kan niet slaan, maar hij kan mij wel slaan. Wat is dat voor bullshit? Alsof je iemand vastbindt aan de stoel en de mensen feest gaat lopen rammen. Maar goed, de laatste nou. Oeh, nog steeds niet. Ik heb echt... Hey, wat de hel doe jij nou weer? Doe normaal, joh. Kom op, zeg. Is dat een Uber-taxi? Want in dat geval ga ik niet met jou mee. Ik was toch al niet van plan met je mee te gaan, want ik zit op die fucking grasmaaier te wachten hier. Ik kan het ook gewoon skippen, maar dat is niet leuk, want we gaan gewoon fun hebben in de tussentijd. Wow, wacht. Die man waarmee ik ruzie had komt eraan. Hé, man. Oh, shit. Heb ik die golfclub? Ja, ik heb hem. Oké, dit wordt schermen. Volgen voor de... Hallo, ik ben hier. Dus Herman, die is echt zo scheef. Die ziet het putje niet eens voor hem. Gaat hij achteruit slaan. Sta ik hier, rent hij de andere kant op. Die man heeft echt stoornis in zijn kop, jongen. Echt een richtingstoornis. Dus bij hem is alles omgedraaid. Dus als hij, zeg maar... ik wou iets heel smerig zeggen. Laat maar zitten. Ik wou... Ja, iets met poep en zo. En, maar maakt niet. Hoppa! Heb je een golfclub? Ga je schoppen? Sla hem dan! Oh my god. Ja, nou is hij weg. Nee, niet bellen! Nee. Oh, de politie komt toch. Dat is pittig irritant. Maar ik heb cheats. Oh, Jos is een hacker. Oh. Jos hackt het spel. Nee, dit is allemaal voor jullie eigen bestwil, dames en heren. Straks komt de politie, want... Oh, gratis golfclub. Altijd noise. Ik heb er al één natuurlijk. Waarom zou je 2 golfclubs meegenemen? Dat is helemaal niet logisch natuurlijk. Wat grappig is aan die grasmaaier, als hij zometeen misschien spawnt... Zou ook nog wel zijn als hij gewoon niet spawnt. Dan, het probleem ervan is... dat er altijd politie achter je aan zit... als je op die, grasmaaier zit. Dus... Als je erop gaat zitten, krijg je 2 sterren politie. En dan moet je gaan vluchten op een grasmaaier voor de politie. Wat pittig mogelijk is, want dat ding is zo traag als een dikke stront door een trechter. Ik weet niet of jij wel een stront door een trechter hebt gedaan, maar dat... Ja, dat bedoelde mij, zeg maar, dat gaat heel langzaam en heel druiperig. En ik ga het niet helemaal grafisch uitleggen, want anders moet je kotsen. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Als jij kotst over je telefoon of over je computer... Dat is, lijkt me niet heel fijn. Helemaal niet als het de computer is van iemand anders of zo. Ja, wat de hel. Gaat hij gewoon wegrijden. Pff, mevrouw, wat vind je daar dan van?
Kom eens even met me praten, joh. Ik heb even, ik ben nodig om mee te praten. Mevrouw, wat vind jij daar nou van? Ik vind het heel vervelend en... Wat? De... Niemand wil met me praten, verdomme! Jezus, Christus. Oké, nog. Iets minder dan een minuutje, denk ik. Moet goed komen. Lijkt mij dat dat goed moet komen, natuurlijk. Maar anders ga ik gewoon even de golfbaan op. What up, bitches? Whoop. Oh, wat? Ik mag niet eens over de golfbaan rijden met mijn auto. Ziet ze weg? Wat? Oh, wat? Je mag niet in voertuigen rijden op deze golfbaan. Daarom krijg je politie achter je aan. Nu wordt alles duidelijk. Ik moet niet doodgaan nu, dus ik moet die politie even wegcheaten, want we zijn nu zo close bij het 8 uur journaal. Het zal vast ook wel zijn om 8 uur, maar in ieder geval bij het 8 uur tijdpunt. Ik weet hoe ze het in het Engels zeggen, maar ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. De 8 hour mark of zo. In ieder geval, als het 8 uur is. Ik weet niet waarom ik dit wilde uitleggen, maar ik dacht van, ik doe eens even slim. Maar dat faalde. Hopeloos. Oh, niet weer erop rijden, Trevor. Oh. Oké. Okay. Is het al bijna zover? Ik kan echt niet wachten. Ik heb echt zin. En ik heb... Ik kan nog maar 3 minuten filmen. Fuck! Shoot up! Shoot up with it! With it! Grasmeyer! Hear you me now? I have... very... good English... gelearned. Godverdomme, man. Oké. Okay. Spanning neemt toe. Want als hij nou niet spawnt, dan is het zeker wel spawnend. Woe! Yeah. Oh nee, camera, niet uitvallen. Doe het niet. That would be gay. Oké, okay, nog 2 seconden. So close. No matter how far. Zoals Metallica song. Ja, yeah. Come on. Kan ik wel die golfkar stelen zonder dat ik politie achter me aankrijg? Dat lijkt mij wel netjes, want anders zou iedereen die in een golfkar hier rijdt politie achter zich aankrijgen. En dan heeft de politie daar ook een hele dagtaak aan. Of een weektaak zelfs misschien, dat is toch echt niet normaal. Oké, okay, we gaan eventjes spieken en koekloeren of dat hier een genig grasmaaiertje rondkart. Als het niet zo is... Dat fix ik wel, hoor. Geen probleem. Kom maar goed, jongens. Maar hij zou er nu moeten zijn tussen dit tijdsbestek. Oeh, de camera valt echt bijna uit. Dit would be very vervelend. Goed. Ik weet dat hij aan deze kant in principe moet zijn. In ieder geval, daar heb ik hem ooit 1 keer gevonden. Oké. Okay. Als jullie het zien, zeg het, hè. Zeg het even. Dan weet ik dat. Wat de fuck ligt daar nou weer? Wacht, ik ga even mijn camera uitzetten, want anders hebben jullie geen beeld meer. Ben ik weer! Oké, daar is een spaceship part die daar ligt, maar die kan even mij gestolen worden. Ik ben op zoek naar een grasmaaier. En een man die op de grasmaaier zit. Natuurlijk. Was het trouwens niet 8 uur 's ochtends? Nee, vast niet. Vast niet. Oeh, wat is. Oh, dat is een golfkarretje. Oké, ik heb nog maar 15 in-game minuten. Niet veel. Maar misschien wel genoeg. Ah, dat fucking hell. Hoppatee. Het karretje. Moet ik ook een beetje heel houden. Anders gaan we dood. Dat is niet goed. Doodgaan is meestal niet iets positiefs. Fucking hell. Ja, nou ga ik het niet meer halen. Ik ga het niet meer halen. Oké, okay, wacht. Ik ga gewoon fixen dat ik een grasmaaier krijg. Op een of andere manier. Ik weet nog niet hoe, maar... I'm going to fix shit. Dan gaan wij daar lol mee beleven. Het komt helemaal goed. Ik denk dat ik even mijn computer opstart. Of mijn GTA mijn computer opstart. Spal ik een grasmaaier in. Gaan we ontsnappen van de politie. Komt helemaal goed. Zie jullie zo. Zo, ben ik weer. Ik heb nog wel de Pokémon mod geïnstalleerd. Maar ik had geen tijd en geen zin om deze nu te gaan deinstalleren. Want het zou echt serieus nog een half uur gaan duren. En daar heb ik geen zin in. Dan moet ik al die mods weer uit die map kopiëren waar die nu in staat. Dat duurt lang. En hij is trouwens al... 2 euro iets anders aan het kopiëren. Dus we gaan het er niet worden. In ieder geval, daar zijn we dan. Ik krijg heel veel vragen over welk modmenu ik gebruik. En het is de menu modmenu. Dat staat ook linksboven gewoon fucking rood in beeld. Goed, die gebruik ik. Hiermee kan je dus shit spawnen. En dan weet ik alleen niet precies... Oh, daar staat hij al. De lawn mode. Maar ik hoor hem ook volgens mij nou. Zou dat kunnen kloppen?
Ah, dat fucking nou. Ik ga in ieder geval inspawnen. Yeah! Oké. Dus heb ik die. En dan zet ik de politie aan. Wat de fuck doe ik daar? Volgens mij heb ik Never Wanted aan ofzo. Invincibility uit. Ik wou wel doodgaan. Dat vind ik wel leuk. In het spel. Rustig. Oké. Dan... Ignored by everyone ook uit. En Never Wanted ook uit. Prima. Kijk, nu heb ik al... Hallo, gaat dat? Zo, juist. Prima. Oké, let's go. Hij lijkt misschien een heel klein beetje. Maar goed. Deal with it. Ik kan het nou even niet fixen. In ieder geval... Oh mijn god, er komt de politie zo meteen aan. Pikachu! Pikachu, red me! Pikachu, red me! Mijn computer is 100 dingen tegelijk aan het doen. Dus normaal gesproken heb ik daar geen last van. Nou wel, fuck it. Ik heb er geen tijd nu om dat te fixen. Het is toch zo afgelopen, als het goed is. Nee! Don't block me on Facebook! Do not block me! Niet op... Oh, niet op Facebook en niet op de golf aan. Please! Daar gaat hij. Oh! Oh! Nee, niet in het water! Niet in de water! Nee! Oh, die kom ik nou niet meer weg! Niet schieten. Dat is gemeen. Ik schiet ook niet. Ik moet wel eerlijk blijven. Nee! Wat een noobs! Er zijn echt zulke noobs in het spel. Hè? Huh? Come on, Charmander, vlucht! Ze gaan je levend vellen. Villen. Vellen, I don't know. In ieder geval je huid eraf halen. En dan weet ik niet wat ze voor rest met je gaan doen. Oh, maar wat, die kwam heel onverwachts. Ik hoor net de semi-rolling gaan zingen. Maar laat maar zitten dan. Hé? Eh? Zo hoeft het niet meer van mij. Holy shit, die... Dat is vervelend. En die stoepranden, dat zijn je grootste vijanden met deze grasmaaier. Want deze stoeprandjes zijn namelijk te hoog voor deze grasmaaier. Let op. Wacht, als die politie er niet voor gaat rijden. Doe even normaal. Ik wil even een leuke video maken hier. Domme man. Ja, ga die Pokémon maar aanrijden. Heel leuk. Hier. Oh, hier kom ik al niet eens overheen. Oké. Okay. Dat ding zo laag bij de grond is. Of ja. Als hij niet laag bij de grond zit, kan hij ook geen gras maaien. Want dat zit aan de grond. Kom op, zeg. Doe eens even beter je best of zo als je mij wil vangen. Ik rij op een grasmaaier met 2 km per uur. Dodge hem. Dodge hem. Dit is hilarisch. Dit is hilarisch. La 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 la. Oké, hij mist hem ook echt volledig gewoon. Lol. You dude, aan de kant. You verpest it. You are verpesting it. No. Niet. Oh, laat die Pokémon een leven, anders maak ik jullie dood. Oh, dat was een dreigement inderdaad. Oh my god. I'm still alive. Ren, Geodude, ren. Oh ja, je zweeft, maar ren. Weg. Ga weg. Beweeg je in een tegenovergestelde richting van de politie in ieder geval. Wat is dat, de brandweer? Don't care. Oh, Charmander. Niet die kant op. Niet die kant op. Ah, oké, okay, moet je trouwens zichzelf weten. I don't give a shit. Wat, ik ga gewoon de politie kwijtraken? Kom op. Dit moet te doen zijn. Ja, tuurlijk, het is wel te doen, maar het is wel fucking moeilijk. Kom aan, vlucht. Stefan. Ik weet niet hoe deze man heet. Ja, Trevor, maar... Vandaag heeft hij eventjes zijn naamverandering ondergaan. Come on. Come on, in een steegje, please. Gaat het lukken? Als dit gaat lukken, ben ik echt fucking blij. Geo, dude, je hebt me verlo... Wat? 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 Ga weg! Geo, dude! Nee! I don't wanna fuck with you, dat is smerig. Seks met Pokémon, what the fuck? Ik heb wel de politie kwijtgeraakt, yeah! Bitches! En ik werd eruit geknald door een Geodude, what the hell? Oké, ik ga jullie deze FPS niet langer je ogen... Opnieuw, joskannipraat.nl. Ik ga jullie niet langer deze frames per seconde aandoen aan jullie oogjes. Ik kap ermee. Laat de comment achter wat ik de volgende keer moet doen in GTA Freerun. En misschien kies ik jouw idee wel uit. En misschien ook al niet. Ja, dat is zo erg daar. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En later.